Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder in Nederland. Zandvoort, de Nederlandse Grote Prijs, staat op het programma. Helaas een achtervleugel downforce upgrade gefaald, jammer. Maar Nederland, volgens mij vorig seizoen, ik weet niet hoe dat is verlopen, hadden wij geen punten. En we moeten nog onze eerste punten van het seizoen pakken. We were expecting some new developments to come through, but some of them have failed the quality control. Make sure you indicate what you'd like redeveloped via the R&D screen. Ja, we hebben dus helaas een fout bij de rear wing upper flap is dus gefaald. Die moeten dus opnieuw gaan kopen. En natuurlijk, bij een thuiswedstrijd hoort ook een andere livery. Wat we ook in seizoen 1 deden. We hadden toen de Nederlandse vlag erin gewerkt. Rood, wit, blauw. Nu gaan we alleen maar oranje en misschien zwart of wit doen. Ik zie het allemaal vanzelf wel. Alvast hele fijne kerstdagen. Ik weet niet of ik nog voor de kerst nog een andere video maak. Maar zo niet. Hele fijne kerst iedereen. Ook alvast een gelukkig nieuwjaar. Ik ben benieuwd wat 2021 met ons meebrengt. Wat het gaat worden in 2021. Of die coronacrisis dan een keertje ophoudt. Ik ben bang van niet. Er is namelijk een gemuteerde variant in Engeland gevonden. En die is dus in Nederland ook gespot. Dus ik denk dat we weer in lockdown, een strengere lockdown moeten gaan. Maar ja, dat is allemaal mijn mening. Boeien! We gaan gewoon lekker door met de... ja, career mode. En ik zit even een goede livery uit te kiezen. Voor, ja, de nieuwe auto. We pakken gewoon, tenminste, dit kan wel worden. Dit is gewoon, dat was toen de livery van seizoen 1. Een hele oude livery was dat toen. En deze gaan we dus pakken, de 3-star. En die gaan we aanpassen naar dit. Kijk eens aan. Wauw. Oranje, wit. Dat is hartstikke gaaf. Heel goed om te zien. Dan valt hij ook lekker op. Is het mooi oranje, kan de Oranje Legioen daar goed naar kijken natuurlijk. En ja, dan zijn we gewoon aangebroken waar we altijd zijn. Nederland, onze thuiswedstrijd. Hopelijk pakken we onze eerste punt van het seizoen. Maar eerst de kwalificatie. We zijn er dan, Q1 in Nederland, op een vertrouwde baan. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. In Q2 kan er regen komen, terwijl Ricciardo een 1.11.5.2.5 laat noteren. Wij komen aan bij de eerste kombocht. Die nemen we heel goed. Wel een momentje overstuur op de exit, maar het is geen probleem. Komen bij de laatste bocht aan, ook weer een kombocht. DRS geopend en wij laten op een seconde na van Ricciardo een P6 noteren. Q2, het heeft geregend. Maar ik heb gewoon gewacht om op die softbanden te kunnen kwalificeren. De rest rijdt nu nog op soft of op de inters, want die hebben hun tijd op de intermediate gezet. En dit wordt ook ons enigste rondje in Q2. Dus dit wordt een alles of niets poging om misschien door te kunnen komen naar Q3. Terwijl daar even hard wordt gerommeld. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar hopelijk dat je dat niet op de achtergrond hoort. Maar goed, P16 nog steeds op dit moment. En dat is een P1 met een 1.12.7. Hoppata. P1. We staan er. Voorlopig. We staan er niet. P16. Oei. En Russell. Maar op een tiende Q3 gemist. Oh, wat is dat zuur voor George Russell. Jammer.
en iedereen gewoon op die softbanden gekwalificeerd. Dus de top 10 start op de softbanden. Nou, mooi, dan weten we dat. We zijn er klaar voor de Grote Prijs van Nederland. Russell start op P11, wij starten op P16. We gaan het kijken, we gaan het eigenlijk zien wat het gaat worden in Zandvoort voor Career aflevering 13. Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort, 25 miles away from Amsterdam, and the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on four occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. A lap of this short 2.6-mile Zandvoort circuit features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left. The main straight is 678 meters long and heads into turn 1, the Tarzan corner. With DRS down the main straight into the braking zone, that could be the best overtaking opportunity on the track. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Albon, Sebastian Vettel, and Leclerc, Stroll, Ricciardo, Gasly, and Lando Norris, Russell, Sainz, Esteban Ocon, and Kvyat, Raikkonen, the Professor, Kevin Magnussen, and Roman Grosjean, Giovinazzi, De Vries, Perez, and Nicholas Latifi. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Daar staan we dan op de grid. Hard, soft is de strategie. De geplande strategie. Maar die gaan wij gewoon, denk ik, aanpassen naar soft mediums. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren in de wedstrijd. Jeff zei ook, het is ook onze thuiswedstrijd. Dus ja, behandel het niet zoals elke andere race. Neem niet onnodig risico. En gaan we gewoon beginnen voor Career aflevering 13 van My Team Career Mode. We starten vanaf P16 en de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed weg, beter weg dan Kimi Raikkonen. Kijk hier aan die binnenkant, dan heeft in één keer Kevin Magnussen een uitstekende start meegemaakt. En moeten we hier helaas een plekje afstaan aan de Deen. Hij breektest daar ons. Rojan kan daar kijken. Kvyat heeft een slechte exit en wij gaan er gewoon voorbij. Raken de Rus per ongeluk. Sorry Danny. Excusee. Max Verstappen zit een 1.16.9 neer. En wij kijken naar de buitenkant van Carlos Sainz in ronde nummer 2. En gaan er gewoon voorbij. Mooi aan de buitenkant. Kijken we of we Kimi Raikkonen ook meteen kunnen passeren. Dat lukt niet. Carlos Sainz kijkt daar wel terug. Maar het blijft alleen maar bij kijken. Mooi. Want dat is ook de bedoeling. Hij moet niet terug aanvallen. Raikkonen gepasseerd. DRS beschikbaar gesteld. En wij zetten een 1.15.5 neer. George Russell rijdt dus nu voor ons. Ik ben benieuwd wat die gaat doen. Misschien kan hij wel punten mee pakken. Terwijl Raikkonen daar gewoon op een plek kijkt die er helemaal niet is. En dus wordt hij afgeknepen door ons. We kijken hier aan die binnenkant. Russell laat geen ruimte, maar dat snap ik ook. Met een beetje geduw en getrek is P12 in ronde nummer 4 van ons. Mooi. De volgende heet Esteban Ocon. En we remmen diep naar de Fransman toe hoor. Hij rijdt trouwens op de mediumband. Een compound zachter dan onze banden. Blokkeren aan mijn linker voorwiel. Maar het geeft niks. Is Ocon daar gezien? Jazeker. Diep ingeremd bij de binnenkant. Maar Ocon kan terugkomen. Ah, dus niet. Oké, P11. Mooi.
bijna in de punten. Zo moeten we het dus zien. En zo wil ik het ook graag zien. De volgende heet Lando Norris. Beetje grind gepakt, maar het is niet erg. De leiders zijn binnen. Verstappen, Lewis Hamilton. En volgens mij is dat Charles Leclerc. Zijn binnen. Gasly ook naar binnen gedoken. Ricciardo naar binnen. Het was trouwens Vettel, niet Charles Leclerc. Sebastian Vettel naar binnen gedoken. Voor de harde banden waar wij dus nu op rijden. En wij gaan ook een eenstopper doen. Alleen gaan wij niet van hard soft. Want de concurrentie doet nu soft hard. Precies het tegenovergestelde. Oh, Lewis Hamilton. Spint daar. Is daar tegen de muur aangebotst. Wat krijgen we nou in één keer uit het niets. Gele vlag. Hamilton moet gewoon nog een keer naar binnen. Oei, 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 oei. Een bizarre fout van de zevenvoudig wereldkampioen. Het is daar gewoon nog geel. Alles rijdt daar weer. Vraagteken. Nee, want een Alfa Romeo rijdt daar langzaam. Wat is daar gebeurd? Die komt weer op snelheid volgens mij. Mooi. Voor ons rijdt dus Alexander Albon. Maar Lewis Hamilton gaat sowieso, denk ik, een 2 of een 3 stopper doen. Hij moet minimaal een keer naar binnen. Dat is hij al een keer geweest. Maar omdat hij een kapotte voorvleugel heeft, moet hij nog een keer extra naar binnen. Audi Alfa Romeo is gewoon uitgevallen. Giovinazzi reed gewoon dat hele lange rechte stuk gewoon nog door met zijn kapotte auto. Hij staat dus bij de Tarzanbocht. En wij hebben Alexander Albon voor ons in ronde nummer 13. Be aware we expect the grip levels to start falling away soon. Dat verwacht ik, want de banden zijn 13 ronden oud. Alhoewel, ik vind dat niet zo heel oud voor een band. We moeten voorzichtig zijn, want Giovinazzi zijn auto staat daar gewoon nog. Gele vlag. En we komen vlak voor Lance Stroll weer de baan op. En we gaan naar de medium compound. Giovinazzi zijn auto is nog niet weggehaald. Dat duurt wel een eeuwigheid. Zijn auto is dus nu officieel weggehaald. Dat heeft geen VSC uitgebracht. En we vallen aan bij Alexander Albon aan de binnenkant. Maar hij kan hier terugkomen. Momentje overstuur, helaas. Omdat de banden gewoon oud zijn. Dus moeten we nog even wachten op een echte aanval. Die ook slaagt op Alexander Albon. Wat ik wel jammer vind. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. We moeten gewoon ons best blijven doen. Ten opzichte van Lewis Hamilton, die gewoon is gespind en een extra stop heeft moeten maken voor een nieuwe neus. We duiken naar binnen naar dit rondje in ronde nummer 20 alweer. Terwijl Vettel naar die binnenkant kijkt. Daar is geen ruimte. En Vettel rijdt op het grind. En Stroll is er voorbij. Gele vlag vanwege Sebastian Vettel. Die daar weer terug de baan op is gekomen. En zoals jullie zien, gaan we naar de medium band in ronde nummer 20. Er zijn nog 16 ronden te gaan. Het gaat lekker snel hier in Nederland. Wat is de pitstop? Hoeveel seconden duurt die pit? Dat is mijn vraag. 2,7. Ja, vind ik goed. En we komen vlak achter Lando Norris weer de baan op. Ja, net achter Lando Norris. Op het randje van de punten. Nou, randje net buiten de punten. Want Leclerc leidt dat groepje. Ronde nummer 21/22 alweer. Norris is daar gezien. Denk ik. Overtekenen op ingeschakeld. DRS geopend. Aan de binnenkant kijken. We komen van heel ver. Maar het is gewoon goed gelukt. Prima inhaalactie. En daar zit er dan ook gelijk bij Pierre Gasly. Een bikkelharde inhaalactie op de Fransman. En we rijden weer in de punten op P10. Paars in sector 1. Een tiende sneller. Dat is goed om te zien. We zijn het snelst van allemaal in sector 1. Ricciardo is hier ook al gezien. Denk ik. Nee, hij gooit zijn overtakeknop aan. En
wij remmen hem hier mooi uit. We zijn 2000ste langzamer dan onze best, sorry, sneller dan onze beste tijd. Mooi. De volgende heet Carlos Sainz, want we rijden op P9. Er zijn nog 13 ronden te gaan. Daar zit dan Carlos Sainz te slapen en wij rijden er netjes voorbij. P8. 4 punten in totaal voor ons, maar Russell rijdt op P7. Maar hij moet nog een keer naar binnen, helaas. Dat vind ik jammer. Gat naar Charles Leclerc is inmiddels 2,2 seconden geworden, 2,3 seconden. Dat vind ik wel jammer, want ik had gehoopt dat Russell aan de kant zou gaan voor ons en dat we naar Charles konden toerijden, maar dat is dus niet het geval. Russell geplaceerd aan de buitenkant. Mooi, Russell keek daar nog wel eventjes en Jeff zegt, ja, we hebben bijna geen brandstof meer. We moeten de motor sparen en op een lagere setting gaan rijden. Ronde nummer 25 en we zetten een 1.13.4 neer. De snelste raceronde tot nu toe. Volgens rijdt Charles Leclerc, dat gat is 1 seconde. Het wordt nog spannend, maar ik denk niet dat wij die positie gaan overnemen, want Leclerc heeft gewoon een veel betere auto. Max Verstappen wint de wedstrijd. Pierre Gasly zit daar nog te kijken voor een aanval, maar dat mocht niet baten. We pakken onze eerste puntfinish van het seizoen. We moesten er hard voor knokken. We kwamen van heel ver. En toch, P7, doe dat maar eens even na. Prima resultaat en gaan we ons opmaken voor de grootprijs van Canada. What a great race then, and what a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I'd say it was down once again to good, consistent driving. Nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work and they should be proud of the victory they secured here. De uitslag van de wedstrijd, Max wint zijn thuiswedstrijd, pakt ook het snelste resultaatpunt, Valtteri Bottas naar P2, Alexander Albon naar P3 en wij dus naar P7 en we krijgen ook driver of the day, Russell helaas naar P13, Hamilton toch nog naar P14 gekomen, goed gedaan van de Brit. Max pakt Bottas en Red Bull pakt Mercedes en wij pakken onze eerste punten van het seizoen, we staan dus 8e. Een rivaliteit breakdown met mezelf en Sebastian Vettel. 11 tegen 16. Vettel wint dat op dit moment met nog 4 wedstrijden te gaan. Team acclaim level 14 mijzelf. Level 12 Russell. Level 17 het team. Zoals altijd goed gedaan. De cash van een sponsor niet binnengekregen. Jammer. Dat is jammer. Schade gereden dankzij mij, sorry daarvoor. En in totaal krijgen we $6,76 miljoen op de bankrekening, want dat is het totaalbedrag. Oké, okay, we kunnen daarvan weer faciliteiten kopen. En ja, dan zijn we weer terug bij het oude. Dit was Gianna mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het met een like, ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team content. Schakel ook lekker belletje op aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Volg mij trouwens even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Ja, dit was het Genon.
Tot de volgende keer bij F1 2020 Mighty Career Mode. We gaan verder in Canada.